Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Staat hier een tevreden keeper? Nou, ik denk dat we niet tevreden zijn met het spel, maar we hebben heel hard gewerkt en blij met de 3 punten. En voor mij mag je ze elke week zo winnen, dus dat is prima. Ik kan me voorstellen, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, we maken het onszelf nog wel onnodig spannend in die laatste 15 minuten. Ja, nou, ik denk dat we gewoon scherp moeten blijven. En je ziet één momentje van dat we niet scherp zijn en dan zijn ze er razendsnel bij. Ja. Had je nog enig moment verwacht dat een tegentreffer überhaupt in de lucht hing? Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk de hele wedstrijd wel het gevoel had dat het wel goed zou zitten en dat we geen goal tegen zouden krijgen. Maar ja, dan zie je toch dat één momentje en dan hangt hij er toch in. Want waar kwam dat door? Want de controle was er inderdaad, de gehele wedstrijd overheerste wel aan jullie kant. Nee, ik denk wat ik net zei, er is één moment dat wij niet opletten en dat we elkaar niet goed coachen. En dan zie je dat ze daar slim in zijn. En ja, dan vergeten wij om onze man te dekken, zeg maar. En hij schiet hem knap binnen uiteindelijk uit de draai. Dus. Is dat ook nog weer een smet op jouw duel? Nee, in principe niet. Ik denk dat ik prima wedstrijd heb gespeeld. 2 voorassists volgens mij zelfs. En nog een prima redding, een prima wedstrijd. Ja. Want inderdaad, die voorassist, die lange bal, dat blijkt wel echt een wapen in positief opzicht te zijn, hè? Nou ja, ik denk deze wedstrijd wel. En wat de volgende wedstrijd over de top ook een wapen is, dat gaan we zien. Is het iets waar je veel op traint? Nou, we hebben vorig jaar wel veel aandacht gegeven aan de lengte in mijn trap, zeg maar. En dan zie je nu dat het toch mooi tot uiting komt. Ja. Want wat is er dan verbeterd in een jaar tijd? Kun je dat eens schetsen voor ons? Nou, we doen heel veel krachttraining, dus er zit wat extra kracht bij. En ook heel veel techniek van trappen. En daardoor zie je toch dat je 10, 20 meter extra trapt. Dus. Want wat maakt dan zo'n goede techniek? Dat is een hele goede vraag. Moet je aan mijn keeperstrainer vragen. Maar gewoon heel ontspannen trappen en zorgen dat je de bal op de goede plek raakt. En dan krijg je toch extra lengte. Je staat nu 2e wel eens onder de lat. Vorige week de 0. Deze week inderdaad in aanvallend opzicht met die lange trappen. Ook een belangrijk aandeel toch wel in de overwinning. Hoe zit je er zelf in? Nou, ik moet zeggen dat ik heel blij ben hoe ik ben gestart. En wat ik op voorhand zei, dat ik mezelf wilde laten zien. En ik denk dat het aardig lukt. En ik hoop dat ik dat de volgende 36 wedstrijden ook kan doen. Dus. Ja. Want ze hebben met Thijs Jansen natuurlijk best wel een directe concurrent voor je gehaald. Vorig seizoen ook veel duels gekiept voor Os, daar ook belangrijk geweest. Voel je die druk in je nek hijgen? Nou, ik denk als ik uitga van mijn eigen keeperskwaliteit en dan, ja, ik weet wat ik kan. En ik denk dat dat goed genoeg is om onder de lat te staan. En uiteindelijk moet ik het laten zien. En als ik het niet laat zien, dan kan je inderdaad zo eruit zijn. Maar zolang ik het zelf laat zien, is er niks aan de hand. Geeft dat dan ook nog een bepaalde kriebel op het moment dat je ziet dat de Graafschap hem heeft gehuurd voor aankomend seizoen? Nee, ik denk dat het plan best wel duidelijk was vanaf het begin af aan. En, we hebben goede gesprekken gehad daarover. En uiteindelijk is er vertrouwen naar mij uitgesproken. En het maakte mij niet heel erg warm of koud of ik kwam. Ik denk dat het alleen maar een goede stimulans is om hard te blijven werken en te doen wat ik de afgelopen jaar heb gedaan. Vorig jaar ging je team er hier met 5-1 af. Ja. Was dat vooraf ook nog een bespreekpunt wat is meegenomen in de voorbeschouwing? Nee, eigenlijk niet. Ajax komt eigenlijk elke keer weer met hele nieuwe jonge gasten. En dus het is totaal niet genoemd. En we zijn gewoon met een frisse hoofd zijn we de wedstrijd ingegaan. En uiteindelijk kan je pas aan het eind van de wedstrijd weer zien wat er op de mat wordt gelegd. Dus. Vorig jaar waren aan het begin van het seizoen de verwachtingen hoog met jongens als Siem de Jong, Charlison Benschop. Nu heb je 4 punten uit 2 duels. Win je hiervan toch een angstgegner, wat normaal gesproken niet heel makkelijk gaat. Hoe zit het met het vertrouwen dit seizoen in het team? Hoe kijk jij naar dit team ten opzichte van vorig jaar? Nou, ik denk dat we een hele jonge ploeg hebben. Maar zoals je ziet, al 2 wedstrijden. Het voetbal is niet altijd even goed. Maar we werken 90 minuten lang 100%. En ik denk dat het belangrijkste is om uiteindelijk de punten over de streep te trekken. Tevreden naar huis, denk ik. Zeker tevreden, ja. Volgende week, op naar volgende week.